Nou. In het voorjaar heb ik de kikkers uit de putten gehaald. En toen hebben ze kikkerdril gelegd. Was wel leuk om te zien. Maar nu is het weer... de grote trek is weer begonnen. Nou, we gaan alleen maar even snuiven naar de stad. Boodschapje doen. Maar ik wist dat de trek begonnen was. In dit putje. Het is echt zo'n putje. Daar vallen ze dan massaal in. Nou, ze zitten er ook massaal in. Twee kikkers. 3, 4, 5. Helemaal vol zit het. Oh, helemaal vol. Hier jongens, kom maar. Up. Ja, up. Oh, ik moet even een beetje goed opletten. Oh, het zit helemaal vol. Twee, ik doe eerst altijd de grote knik, de springers. Ach, hier springt alweer uit. Hier, nog een springertje. Up. Kom maar jongens. Up. Ach, ja. Jongen, jongen, jongen. Niet te vangen die ene. Hier, een kleintje. Ach. Ja jongens, dit wordt wat. Oh, hier nog een kleintje. Het zijn allemaal van die hele leuke kikkertjes. Echt, dat worden allemaal kikkertjes. Als je ze niet redt, gaan ze allemaal dood. Allemaal dood. Och, ik moet echt heel voorzichtig doen. Dus eigenlijk heb ik twee handen nodig. En die ene is alweer terug weggesprongen. Hier, kom dan jongen. Hier, spring op mijn hand. Hij is een beetje verslacht. Het is zo'n paniekkikker is dat. Ah, hier, ik heb hem. Hup. Zo. Ach, daar gaat een kleintje gaat er alweer uit. Och. Hier jongen, ik breng je wel even naar een goede plek. Och, ik heb even twee handen nodig. Zo. Dus mensen, red ze uit de putten. Help de dieren, het zit helemaal vol. Ik weet het nu alweer. Ach, ik ben zo druk. Ah, help de natuur. Misschien ze tegen die randjes hangen ze allemaal overal. Nou, ik laat me van de week in Brummen afzetten. Want daar zitten er ook duizenden. Dus mensen, word wakker. Nou, ik ga even wat doen. Toedeloki.